Nou, wij gaan kijken. We gaan kijken. De haan van Portugal. Het volgende object wat gaat rollen. Maar het loopt voortreffelijk. Het loopt echt uitstekend. Nou, we zijn nog net meer te herwachten. Daar gaan we. Daar gaat hij. Oh, hij doet het. Prima. Eerst links. En dan gaan we rechts omhoog. Uitstekend. Daar gaat hij. Hij doet het perfect. Schitterend. Dit was, ja? Die breakdown. Perfect. Daar komt hij aan, daar hoort hij. Even kijken. Nou, het is goed gegaan. In Portugal, Tom. Een pak van mijn hart. Fantastisch, en we zijn het 500.000 gepasseerd. En ik moet nog even vertellen, terwijl we hier kijken naar het toeristische vignet van Spanje, dat projecten worden bekeken door de scheidsrechter. Hoe ze helemaal precies ompallen. Het kan ook best gebeuren, juist door die synchronisatie, dat als de camera alweer verderop is, dat het toch nog wat tegenaan rondgaat. Dat horen we straks allemaal. We zijn in ieder geval, de computer heeft dat net in beeld gegeven, het 500.000 gepasseerd. We moeten door. We moeten door naar dat wereldrecord. En hier in Spanje, natuurlijk. Nou moest ik even nadenken, Don Quixote, zul je toch niet geloven? Even daarna te denken wie er nou ook weer was. Ja, dat kan je gebeuren natuurlijk met zoveel spanning. Het is toch zo goed gegaan daar in Portugal. Dat is toch geweldig. Zij ziet wat ze kort voor die uitzending nog even rechtgezet hebben hoe dat gedaan is. Hier die slingerlijnen en elke vraag hier af gaat het altijd wel weer goed. Want het zijn van die strakke bochten. Maar hij loopt, hij loopt en hij loopt. Mooie gekleurde stenen. En dat hier is de stier. Maar kenners hebben hem natuurlijk herkend als de koe van vorig jaar. Die ietsje verkort niet is. En we kijken hier naar een schilderij van Picasso. De kan en de kandelaar. Weergegeven in domino stenen. Hier is een vlakstarter. U zag het even opglimmen. En olé gaat in een aantal delen. Het eerste woord wat je roept. Het vliegtuig uitstapt. En hier is zon, zee en strand. Kijk eens hoe mooi. De wagen rijdt. De surfers komen. Dus lekker toeven. In de zon. En het hotel wordt rechtop gezet. Technisch een moeilijk project en het werkt. Het loopt allemaal. Heel mooi zijn natuurlijk de sinaasappels. 22,700 stenen. Eerst gaat de boom weg. Kijk maar goed, dat zijn die groene stukken die weggaan. Want eerst de even rijtjes, dan de oneven rijtjes. Is heel mooi uitgedacht met bepaalde starters. Dan gaan ook de sinaasappels weg. En moet daaronder verschijnen de sapkan. Vol met jus d'orange. Ja, het kost even tijd. Het is goed spannend meekijken van het loop, want inmiddels zijn we al verder bij de Spaanse danseres. Een mooie rock. En je hoort misschien in de verte naar uit die soundsample komen. Het woord olé. 578.000 stenen en weer een paar honderd. En we zitten in Frankrijk. Wijn en kaas is omgevallen. We gaan naar de Mont Saint-Michel. Eerst gaan die stenen naar boven toe. Ze vallen allemaal. Dat is de Mont Saint-Michel. En als het goed is, dan is de Mont Saint-Michel geen schiereiland, maar een eiland. En is de aanvoerweg door water helemaal overgeven. We gaan naar de guillotines. Het is toch nog al afgesneden. Ik heb altijd afgevraagd, lukt het wel met het oude brood? Want het kan keihard zijn natuurlijk. Maar een guillotine, nou ja, geeft niet te doen om daar heel onder te blijven. De Ronde van Frankrijk. We hebben hier geen rekening gehouden met de verplaatsingen natuurlijk. Die is steeds voor ingebracht. Dit is nog een echte ronde. Die van A tot Z één keer rondloopt. De Alpen. Waar altijd de mooie bergetappes zijn. Hier nog eens een tijdrit. En uiteindelijk komen de renners aan in Parijs. En op zoiets hebben ze het gedaan. Op een fiets met een krom stuur en een smal zadel. We gaan naar de Eiffeltoren. En daar gaan ze. Dat zijn speciale Franse stenen. Rood, wit, blauw. En ja, de lift doet het. De lift gaat omhoog. Ik denk, nou, ik heb er lang op gewacht. Doe het rustig aan. En de Franse dieke. Ja! Hield ons in spanning. Heeft heel lang opgerold gezeten, kon u zien. Zakje keur, prachtig bouwwerk. Ook die wordt gepasseerd door de domino stenen.
En we gaan naar de Franse geschiedenis. De bestorming van de Bastille. Nou, dat ging vroeger om de Bastille. En daarachter valt wel om het jaartal. Dat was 14 juli 14 juillet 1789. Valt niet helemaal om. De Bastille bleef staan. Die kan de geschiedenis niet altijd herhalen. We kijken naar een stuk techniek zoals dat in Frankrijk in de auto-industrie is. De robot. Een prachtig gebouwde robotarm. Pakt een steen op. Draait naar de plaats waar die moet zijn. Hij moet daar weer nieuwe stenen omwerken. Laat los en... Ja, goed.